Met concreet kan je doorlopende liggers en platen draaiend in een richting van gewapend beton berekenen. Het gaat steeds om elementen die onderworpen zijn aan enkelvoudige buiging. Concreet voert de organische berekening uit volgens Eurocode, met andere woorden de methode van de grenstoestanden. We illustreren de concrete workflow aan de hand van een eerste voorbeeld van een balk. Het betreft een balk met twee overspanningen van 4 en 2 meter. Naast het eigengewicht beschouwen we twee belastingen. Een vaste belasting van 20 kN per meter, met een puntlast van 100 kN op 1,5 meter, en een nuttige belasting van 10 kN per meter en een puntlast van 20 kN. Ik ga terug naar concrete en maak een nieuw project aan. In het dialoogvenster kan je de voornaamste dossiergegevens invoeren in de passende tabbladen. Oké. Nu definiëren we de balk uit het voorbeeld. Concrete heeft een uniek en interactief vraag-antwoordsysteem voor het ingeven van de modelgeometrie, de secties en de lasten. Via het invoerpanel vraagt Concrete aan de gebruiker gegevens, dat kan een naam of een waarde zijn. Invullen plus enter roept meteen de volgende vraag op. De vragen verschijnen steeds in dezelfde volgorde. Dus regelmatige concrete gebruikers kennen die volgorde uit het hoofd en kunnen als het ware geblinddoekt balken ingeven binnen 20 à 30 seconden. De productiviteit is dan ook bijzonder hoog met een tool als concrete. Wij starten nu bij het begin. Codebalk is de naam waarmee je de balk uniek kan identificeren op plan. Ik noem deze B1. En klik op Enter. Het aantal overspanningen is 2. De breedte van de balk is 250. De hoogte is 500. Aantal belastingstypes. Volgens concrete zijn dat de extra lastengroepen op het eigengewicht na. Dus in ons geval hebben we permanent en nuttig, met andere woorden 2. De eerste overspanning is 4 meter. En vervolgens vraagt concreet het aantal zones. Wat is nu een zone? Belastingen en geometrie worden geacht doorlopend te zijn per zone. De puntlast is een verandering in belasting en vereist dus een nieuwe zone. Voor de eerste overspanning zijn er dus 2 zones, omdat daar een puntlast ook aanwezig is. Dus 2 zones. De verdeelde belasting is 20. Het eindpunt van de eerste zone, wel daar is waar de puntlast staat, dat is 1,5 meter. En de waarde van die puntlast is 100. De waarde van de verdeelde belasting is nog steeds 20. De lengte van de tweede overspanning is 2 meter. Die heeft slechts 1 zone. De waarde van de permanente belasting is daar ook 20. De tweede belasting is de nuttige, dat wil zeggen 10. Een puntlast van 20. Doorlopende nuttige belasting van 10. Ik zit bijna aan de laatste vraag en ondertussen hebben we kunnen zien hoe concreet het model heeft opgebouwd. Wanneer ik de laatste keer nu op Enter klik, zullen alle gegevens bekend zijn voor concreet. Concreet zal automatisch de lastencombinaties genereren en de berekening uitvoeren. Onmiddellijk verschijnen enkele resultaten op scherm, zoals de UGT-reactiekrachten ter plaatse van de steunpunten en de absolute en relatieve doorbuiging van de verschillende zones. Via de instellingen van de resultaten kan je extra resultaten opvragen op scherm of beslissen om reeds getoonde resultaten te verbergen. Wanneer de hoogte kleiner is dan de optimale hoogte, vermeldt concrete een minimale en optimale hoogte, zodat je van bij de start een optimaal ontwerp kunt nastreven. We gaan naar grafieken en bekijken enkele berekeningsresultaten. Bovenaan is de voorstelling van de geometrie en de belastingen. We hebben de dwarskrachtenlijn en de momentenlijn in uiterste grenstoestand, de doorbuiging in zeldzame combinatie, de momenten en de doorbuigingen gescheurd en nakruip in quasi-permanent combinatie. Meer details over een bepaalde grafiek kan ik oproepen door op de betreffende grafiek te dubbelklikken. Met de pijltjes kunnen we de verschillende zones doorlopen. Wanneer ik ergens klik, krijg ik meteen de overeenkomstige waarde af te lezen in de tabel. Ik kan ook een waarde hier invullen. En dan zal concreet de resultaten op die waarde afficheren. We gaan naar wapening.
Concreet schematiseert de wapening in een duidelijke wapeningsschets. Per overspanning krijg je een overzicht van de boven- en onderwapening en een aanduiding van de beugelzones. En zo is deze eerste balk gedimensioneerd. Op analoge manier definieer ik een tweede balk, in real-time uiteraard, met drie overspanningen van 5,4, 2 en 3,90 meter. Het is een permanente belasting van 12 kN per meter en een nuttige belasting van 4 kN per meter. De breedte is 140 en de hoogte is 390. Zo, en ook deze balk is volledig gedimensioneerd en dit in een twintigtal seconden. Alle gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd. Je klikt een van de gegevens aan met de muis en voert een nieuwe waarde in. Je klikt bijvoorbeeld op de tweede overspanning en wijzigt de lengte naar 2,5 meter. Concreet voert automatisch de berekening opnieuw uit. Laten we voor deze balk ook enkele instellingen overlopen. In het midden hebben we twee paletjes met iconen. Met behulp van het onderste palet definieer je alle berekeningsparameters, zoals de wapenings- en betonparameters, de lastengroepen, momenten en herverdeling. Het palet boven verschaft ons toegang tot extra invoergegevens, zoals variabele hoogte, verende bedding, momentbelasting, trapeziumbelasting. We bekijken de wapeningsparameters. Die zijn oké. Vervolgens de betonparameters. Veronderstel nu dat deze balk een betonkwaliteit heeft van C3037. Dan dien ik de FCK te veranderen, dus de karakteristieke druksterkte te veranderen naar 30. En ik update alle parameters die afhankelijk zijn van deze FCK. En klik OK. Ik beslis om enkel de actieve balk aan te passen. De steunpunten zijn oké. We gaan nu naar de momentenherverdeling. En ik vraag een herverdeling van de momenten op de tussensteunpunten en een herverdeling van 15%. En ik klik op oké. Ten slotte verifieer ik nog even de belastingscoëfficiënten en de combinatiefactoren. Deze zijn in principe ingesteld volgens Eurocode. Ik wens een hoogteverschil toe te passen in het laatste veld van deze balk, dus ik kies hier voor veranderlijke sectie en ik verander de hoogte naar 320 voor de laatste overspanning. Ik vul ook een hoogteverschil DH in van 70 mm. Zo blijft de onderkant van de balk gelijk lopen. We kunnen dat verifiëren in het grafiekenvenster, zien we duidelijk dat de onderkant gelijk blijft. We zien ook duidelijk een sprong in de wapening. We hebben gezien dat bij elke wijziging van een van de analyseparameters Concreet automatisch een herberekening gaat uitvoeren. Dit is een instelling en die kan ook gewijzigd worden. Wanneer je veel gegevens moet aanpassen, kan je deze uitzetten en nadien de berekening vragen met behulp van de rekenmachine. Ten slotte maken we voor deze tweede balk een overzichtelijke rekennota. Concreet genereert automatisch de rekennota. We hoeven enkel te beslissen wat erin moet komen. Bijvoorbeeld, ik kies hier voor het titelblad, belastingsschema, de wapeningsschets en de grafieken. Ik zeg oké. We gaan deze meteen afprinten. Dat is het huidige element. We hebben in de rekennota het titelblad, het belastingsschema, de wapeningsschets en de grafieken. Ik wens nu ook nog een derde element toe te voegen, een plaatdragend inrichting. De dikte is 240 mm, er zijn twee overspanningen van 4,5 en van 7,30 meter. De belastingen zijn 3,5 en 2 kN per vierkante meter.
De instellingen van de huidige actief geselecteerde balk zullen worden gebruikt als template voor de vraagstellingen van het nieuwe element. Daarom maak ik terug het eerste element actief, omdat de plaat geen hoogteverschil heeft. En anders zal concreet ook om gegevens in verband met het hoogteverschil vragen dat nu eenmaal bij de tweede balk aanwezig is. Ik maak een nieuwe plaat aan. Opnieuw is ook dit element snel ingevoerd. We hebben slechts 3 elementen in dit project, maar wat met enkele honderden balken en platen, zoals in dit model? Dergelijke hoeveelheid aan elementen vraagt organisatie. Met de projectlijst helemaal links beheer je op een overzichtelijke manier alle balken en platen die in het project worden aangemaakt. Elementen kunnen georganiseerd worden in klassen. Een logische indeling voor de elementen in een project is bijvoorbeeld per verdieping of per blok. We kunnen de naam van deze klassen ook wijzigen. Wijzig klassenlijst. En we veranderen enkele klassen van naam. En ik klik OK. Nu kunnen we eenvoudig ook de net gedefinieerde plaat veranderen van klasse door het element te slepen naar de gewenste klasse. Ik zorg ervoor dat de plaat hiervoor niet het actief geselecteerde element is, dus wel bijvoorbeeld balk 2. Ik selecteer de plaat en ik sleep die bijvoorbeeld naar verdieping min 1. Zo, deze 3 voorbeelden hebben duidelijk aangetoond dat je met concreet op een uiterst productieve manier doorlopende balken en platen in gewapend beton berekent en organiseert.